Het WK zit er bijna op, maar er moet nog één wedstrijd gespeeld worden. En deze wedstrijd zal bepalen wie er uiteindelijk kampioen gaat worden. Wordt het Argentinië met Messi? Of wordt het dan uiteindelijk dan toch Frankrijk met Mbappé voor de tweede keer op rij? We zullen nu al even een voorspelling doen met het spel FIFA voor wie deze wedstrijd zal winnen. De wereldbeker. De beker die iedereen wel wilt winnen. Ik hoop dat het echt ook een heel leuke wedstrijd gaat worden. Maar ja, het is Frankrijk die begint met de wedstrijd. En Frankrijk meteen een mooie aanval. Ja, net als ik dat zeg, heeft Argentinië weer de bal. Hier is Frankrijk, mijn kans om misschien te scoren. En oh, keeper redt. Ja, Messi is zeker een speler die je in de gaten moet houden. Oh, hier kans voor Frankrijk en de redding weer. Nu is Argentinië wel gevaarlijk dichterbij. En schot wordt geblokt. En nu is de kans voor Frankrijk om iets te doen. Hier hebben we weer Frankrijk en de bal weer onderschept. Oh, de kans misschien om te scoren. En de redding van Loris. Nog geen goal gezien. En weer geblokt. Oké, spelers zijn klaar voor de tweede helft. En Argentinië aan de bal en een schot. Maar het schot was er nog geblokt. Een corner en Messi neemt de corner. Oké, hier Argentinië en Loris moet redden. Hier hebben we de eerste wissel. Zowel Argentinië als Frankrijk doen een wissel. Nog wisselen, Martinez gaat erop komen en Alvarez eraf. Hier misschien met een kans. En een schot en nog eens weer mijn redding. Oh, de kans, oh, een missen. Dus de invaller die hier de kans had om op voorsprong te komen, maar hij maakt hem niet af. Oh, de kans en de redding. Een reguliere speeltijd is bijna afgelopen en hier hebben we nog een hoekschop. Ik weet niet wat Griezmann zal doen met deze hoekschop. Hij past naar Mbappé en het spel loopt vast. En dan gaan we weer verder. En ja, de scheidsrechter fluit af, dus we gaan naar de verlengingen. En Messi gaat eraf. Het is die Maria die erop komt, maar wel jammer voor Messi. Ik denk als het zo verder gaat dat het nog strafschoppen wordt. En was dat de eerste verlenging. En nog steeds niet gescoord. Dus hopelijk krijgen we in de tweede verlenging nog een goal. Of het wordt weer penalties. Pavard is er ook nog even opgekomen. Oeh, hier kans voor Argentinië en ze scoren. De speler die is net in de eerste... De speler die daar straks is ingevallen, die scoort. Hij had daar straks ook nog een hele grote kans gemist, maar deze kans scoort hij wel. Mooi gedaan. En zo hebben we dan toch nog een goal gezien voor strafschoppen. Als er nog strafschoppen komen. Ja, en Frankrijk die moet nu scoren. Als ze nog een kans wil hebben voor de wereldbeker. En ja, hier heb Argentinië weer. Dat was hun kans. En nu misschien Frankrijk. Oeh, en die zat er 1-1. En dat is de 1-1. En Mbappé. Wauw, ja. En Mbappé is nu toch wel de held voor Frankrijk. Met dit hele laat doelpunt. Ik doe dit moet een beetje denken aan de wedstrijd Argentinië-Nederland. En door dan strafschoppen. Ik ben benieuwd wie hier gaat winnen. De eerste strafschop is voor Argentinië. En die scoren ze. Nu is de beurt voor Frankrijk. Griezmann. Oh! Griezmann heeft niet zo'n goede penalty getrapt. En Argentinië staat voor. Nu is Mbappé. Oei oei. Dit ziet er niet goed uit voor Frankrijk. Frankrijk moet in ieder geval scoren. En dat doen ze. Ze zitten nog in de race. Hier is Di Maria. Gewisseld door Messi. En ja. Hij maakt het beslissende. Jawel, jammer dat het niet Messi is die de beslissende maakt. Maar het is Argentinië die hier kampioen wordt.
Maar de Fransen hebben ook goed gestreden tot de laatste minuut. Dan was er nog een laatste minuut gescoord. Het gaat dan Di Maria zijn die de beker omhoog tilt. Argentinië kampioen. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik weer terug bij de volgende video. Dus doei doei!